Hoi, vandaag ga ik een battle doen en het gaat over deze twee reinigers. Het zijn allebei micellaire reinigers. Ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe je het uitspreekt. Super slecht. Dit is de micellair reinigingswater van Garnier. En deze is van Oriflame en dit is de Diamond Cellular Micellar Solution Cleanser. En deze is eigenlijk al nou een jaar of twee, drie mijn favoriet. En die gebruik ik ook echt elke dag. En vond ik altijd super fijn. En toen hoorde ik heel veel goede reacties over deze van Garnier. En ja, natuurlijk moest ik die proberen. Hij was toen in de aanbieding toen ik hem kocht. Dus ik had zoiets, nou dan kan ik hem proberen. En ik ben benieuwd. En nou weet ik eigenlijk niet zo goed meer welke nou mijn favoriet is. Dus wat heb ik bedacht? Ik ga de ene kant van mijn gezicht met de Garnier schoonmaken. De andere kant met deze van Oriflame. En ik hoop uiteindelijk op die manier voor jullie te kunnen beslissen welke ik nou eigenlijk fijner vind. Dus een battle. Ik ga jullie eerst vertellen over de verpakking. Ik begin met die van Garnier. De micellair reinigingswater van Garnier is een grote fles. En daar zit 400 ml in. Je kunt er best makkelijk mee doen. Hij is van plastic. Je kunt er dan ook in knijpen. Hij ziet er niet goedkoop uit. Maar je krijgt er ook geen luxe gevoel van. Maar het is wel heel groot en daar hou ik wel van. Denk of, oh, daar kan je langer mee doen. Het roze, ja, ik hou van roze. Dus dat is heel mooi meegenomen. Daarnaast de dop is een klepje. En dan heb je een klein gaatje. Dus dit is het uiterlijk van Garnier. Daarnaast staat erop dat het voor de gevoelige huid is. Ik weet niet of je ook nog andere hebt. Weet ik niet uit mijn hoofd. En reinigt plus verwijdert make-up en verzacht. En je hoeft hem dus niet meer af te spoelen. En er zit geen parfum in en ook geen parabenen. En hij is zowel geschikt voor de ogen, de lippen als gewoon het hele gezicht. Nou, deze van Oriflame heeft ook een plastic behuizing. Nou, hier hoef je niet in te knijpen, want je hebt zo'n drukknopsysteem. Ik kom even niet zo goed op de naam. Pompje. Jij hebt een pompje, dus het is een kwestie van pompen en ja, dan komt het eruit. Dat vind ik zelf ook wel heel handig, want zo heb je eigenlijk nooit te veel. Daarnaast staat er niet op of deze voor de gevoelige huid is, ja of nee. Maar ja, hij is in ieder geval ook voor het gezicht en voor de nek kun je hem gebruiken. Ik gebruik hem zelf ook voor mijn ogen. Ik weet dat niet iedereen dat fijn vindt met dit product, omdat er een soort deeltjes in zitten die je gezicht laten stralen, maar die komen dan op je huid. Ik merk het wel eens, als ik mijn huid hiermee heb gereinigd, dan glinstert mijn huid helemaal. Ga je goed kijken en dan zitten er ook daadwerkelijk glinstertjes. Nou, dat zit er denk ik in. Dus ja, dus het is niet voor iedereen geschikt voor de ogen. Dus ik denk dat in dat geval deze een stapje voor heeft. Verder zie ik hier zo geen beschrijving op staan. Nou, ik lees dat die van Oriflame in ieder geval wel parfum bevat. Parabenen zie ik zo gauw niet staan. Maar hij bevat dus wel parfum in ieder geval. Nou, ik ga vast punten geven voor het uiterlijk en wat ik tot nu toe heb gezien. Deze krijgt de punt in ieder geval voor de hoeveelheid. Hier zit 400 ml in en in deze zit de helft 200 ml. Dus 1 punt voor Garnier. Het pompje vind ik zelf fijner dan hier het dopje. En het gaatje, dus dat is 1 punt voor Oriflame, dus 1-1. Deze krijgt een punt omdat het geen parfum en geen parabenen bevat. Maar deze bevat ook geen parfum. Ik durf hierbij deze niet zeker te zeggen of hij wel of geen parabenen bevat. Dus dat vind ik een lastige en daarom krijg ik deze 1 punt, 2-1. Dus 2 punten Garnier, 1 punt voor Oriflame. Zijn we nu aangekomen bij de test? Ik ga deze helft van mijn gezicht met de Garnier schoonmaken. En deze helft van mijn gezicht met die van Oriflame. En ik ga gewoon kijken hoeveel watjes heb ik nodig voordat er echt niks meer op het watje zit. Dus, ik heb hier de watjes. En dan kan je meteen zien wat er dus uit zo'n flesje of het pompje komt. Dus ik start met die van Garnier en het watje. Nou, op zich, als je er niet in knijpt, komt er best wat aardig uit. Alleen, ik vind het niet makkelijk te reduceren. Dus je hebt weinig controle over. Dus, nou, deze kant. Eerst met het gezicht. Kijk, kun je zien dat die vies wordt. Kijk, de helft. Zo. Nou, tweede watje.
Oh, daar kijk ik mijn lenzen nog in. Maar dan zie je dat mijn eyeliner door mijn heel eventjes overheen te gaan eigenlijk al weg is. Alleen mijn mascara en de. Ja, alleen de mascara, want ik heb geen eyeliner op. Oh jawel. Watje nummer 3. Ik weer over mijn gezicht. Dan ben ik benieuwd of niet vanuit mijn gezicht er nog iets op zit. Ja, heel erg licht, maar ik weet niet of jullie het kunnen zien. Test voor de ogen, swatchje nummer 4. Oh, wat doe je? En dan komt er nog een heel klein beetje mascara vanaf. Nou, deze van Garnier had in principe aan 2 watjes genoeg. Bij de laatste 2 watjes, dus 4 watjes, kwam er nog een beetje vanaf. Maar ja, in hoeverre is dat een ramp natuurlijk. Ik had concealer op mijn gezicht, oogschaduw, poeder, wenkbrauwpoeder en mascara en eyeliner. Dus dat is er met, nou, zeg maar maximaal 4 watjes er goed van af te halen. In ieder geval 1 helft van het gezicht. Dat moet ik natuurlijk wel even bij vermelden. Gaan we door met die van Oriflame. Er zit een draaisysteem op. Zo is hij open, zo is hij dicht. En dan spuiten we. Oh, je moet wel even richten, want hij spoot er net overheen. Dus ik zou hem er zo voor houden. In principe heb je aan 2 pompjes genoeg. Ik heb nou iets meer op gedaan. Ze wordt ook gewoon vies. Watje nummer 2 voor de ogen. Nou, en ook die haalt vrij vlot de eyeliner vanaf. Ik moet zeggen dat ik nu wel meer hieronder heb zitten. Dan weet ik niet of dat. Oh, mijn voetjes slapen. Dan weet ik niet of dat een pluspunt of een minpunt is. Ik denk er meer, maar ik hou er nooit zo van als het gaat vlekken. En dat zat wel hier ook. En dat had Garnier niet. Watje 3. Voor het gezicht weer. Ik heb het idee dat hier meer op zit dan bij die Garnier. Even kijken. Ja. Dit is die van Garnier en dit is die van Oriflame. Ik weet niet hoe goed je het op de camera kunt zien. Maar als je goed kijkt, zie je dat die van bij Garnier er minder op zit dan bij die van Oriflame. Dus Garnier en Oriflame. Ook hier komt weer mascara vanaf. Het feit dat hij iets wat vlekt, vind ik wel vervelend bij die van Oriflame. Want dan weet je op je gezicht ook niet of hij het nou echt opneemt of dat hij het gewoon verplaatst. De make-up. En hier lijkt weer die van Garnier meer gepakt te hebben. Dit is Garnier en dit is Oriflame. Dus dat is wel een twijfel. En dan komen we bij de conclusie: gaat de winnaar worden Garnier of die van Oriflame? Dan moet ik zeggen, ik ben de punten eigenlijk alweer kwijt, maar volgens mij lag Garnier voor. Je gaat het nu in beeld zien hoeveel punten het nu is. Nou. Mijn eindconclusie. Nou, dan heb ik de prijs nog niet verteld en daar zit echt heel erg veel verschil in. Deze van Oriflame kost 26 euro. Dat is als hij niet in de reclame is. En deze kost 6,99 geloof ik uit mijn hoofd. Dus dat is 3 keer minder dan deze, als ik dat even zo snel uit mijn hoofd doe. En hier zit dubbel zoveel in. Dus dat is eigenlijk gewoon een dikke vette yes qua prijs voor deze en voor wat hij doet. Ik had het idee dat die van Garnier meer product opnam dan die van Oriflame. Ik vind dat wel een hele lastige, want ze nemen eigenlijk allebei heel goed het product op. Het nadeel van deze van Oriflame is dat hij enigszins vlekt. In ieder geval bij mascara. Ja, dat had ik hier dus helemaal zitten. En dan ga ik twijfelen of hij niet gewoon ook. Ja, hij neemt wel een goed product op, maar of hij het niet ook verplaatst. En daar had deze van Garnier geen last van. Dus hier zit dubbel zoveel in. Hij vlekt niet. Hij neemt goed op. En hij is gewoon stukken goedkoper. Ik bedoel 26 euro of zeg maar 7 euro. Dat vind ik nogal een verschil. Het pompje vind ik wel iets fijner als het tenminste richt. Want
Nou ja, je zag het. Hij schoot er net een beetje overheen. Maar deze is daarin dus minder te controleren. Dus, maar ja. De meeste punten geef ik dus aan die van Gagné. En ik denk echt dat die van Gagné nu gewonnen heeft. Mijn nieuwe favoriet is deze van Gagné. En dat is dus de Meissler Reinigingswater. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze battle te zien. En wil je meer battles zien, dan vind ik dat echt heel erg leuk om te maken. Dus dan komen er vast nog wel meer. Laat het hieronder even weten in de comments. En dan hoop ik dat je het leuk hebt gehad. En dat je je abonneert op mijn kanaal. Dat is gratis. Stop als je het even doet. Oh ja, duimpjes omhoog. Want dat vind ik leuk. En dan gaan meer mensen mijn video's leuk vinden. En dat vind ik ook nog meer leuk. En nou, goed, snap je wel. Duimpjes dus omhoog. En bekijk nog meer video's. Vind ik ook altijd leuk. En bezoek ook eens mijn kanaal. www.beautyflamentasje.nl. Doei!